VVD-Eerste Kamerlid Sybe Schaap moet niets hebben van de PVV. Hij noemde de partij deze week zelfs gevaarlijker dan de NSB. Tja, dergelijke uitlatingen schreeuwen natuurlijk om een uitleg. Maar de senator bleek plotseling een stuk minder spraakzaam. Ja, maar u heeft een boek geschreven en daar willen we ineens niet over praten. Het staat veel raarder, hoor. Ik kom net meneer Schaap tegen. Die heeft u vast opgezocht, ja. Ik had een afspraak met hem. En hij komt naar buiten en zegt, ik zie er vanaf. En vervolgens ontstaat er een heel krampachtig wegloopmoment. Hij wil er niet meer over praten, over het boek wat hij geschreven heeft. Waarbij hij de PVV'ers wegzet als NSB'ers. Wat is er gebeurd? Geen idee, moeten we aan hem vragen. Maar dat is niet gelukt, begrijp ik. Mag u dan niet van de VVD erover praten? Nee, gaat het met u over. Dit is mijn eigen keuze. Maar kan u uitleggen waarom dan? Omdat ik zeg... Het is een filosofisch boek en ik wil het even rustig laten bezekeren dat het boek gelezen is. En dan kom ik met boekpresentaties naar buiten. Maar u schrijft in dat boek dat de PVV eigenlijk erger is dan de NSB. Maar daar kan u toch op reageren? Ja. Ik heb duidelijk gezegd hoe ik hierin sta. Ik wacht even totdat het filosofisch bezonken is dat jullie het boek gelezen hebben. Ik snap het niet. We hebben een afspraak. U wil praten over uw boek. En ineens bent u teruggefloten door de VVD dan of zo? Tuurlijk niet. Maar wat is dan de reden? Ik ben toch gewoon een filosoof. Leg dan gewoon uit wat u bedoelt met die opmerkingen. Het is goed. Mensen die een AZC in de achtertuin hebben gekregen... dat je die wegzet als een stelletje NSB'ers... vind ik zo ontzettend fout. En daar neem ik dus ook afstand van. Wat zegt dat dan eigenlijk? Dat u afstand doet van een van uw senatoren? Ja, nou ja, u kent mijn gespannen verhouding met de Eerste Kamer. Wat mij betreft is daar heel veel voor verbetering vatbaar. Ik wil het even op een filosofische manier benaderen. Dus als jullie dat boek gelezen hebben, dan kunnen we verder praten. Maar het linken aan de politiek nu, dat mag dan niet. U trekt daar zelf de politiek bij. Nee. Ja, wel, u begint over de PVV, dat een erg is dan de NSB. Begonnen jullie vanochtend even over, dus... Dat staat toch in uw boek? Ja. Staat dat niet in uw boek? Dat heeft u toch zelf geschreven? Ja. Waarom kunt u dat dan niet uitleggen? Meneer Schaap? Het is goed. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Het is niet de mening van de VVD. De VVD vindt dat je zorgen die heel veel mensen in Nederland op dit moment hebben. En mensen die zien wat er gebeurt in Rotterdam na de coup in Ankara. Ja, als mensen zich daar zorgen over maken, dan ben je geen racist. Dan ben je geen verkapte NSB'er. En iedereen die die vergelijking maakt, is wat mij betreft verkeerd bezig. En dus ook de heer Schaap.